Pastoor Ruud Verheggen, 2,5 jaar pastoor in IJsden en omgeving. Geboren en getogen in Nederweert, Midden-Limburg op 29 augustus 1968. Net voor corona begonnen in IJsden. We kijken met hem terug en naar het nu en de toekomst van kerk en de parochies waar hij pastoor van is. En naar de Bronk in IJsden. En een priester die wordt geroepen, zeggen ze wel eens. Ja. Legt u dat eens uit, hoe heeft u dat ervaren? Ja, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk om uit te leggen, maar... laten we zo zeggen, bij ons op school kwam een kaplaan lesgeven voor de communie. En op de een of andere manier heeft mij dat zo aangesproken dat ik zeg, dat wil ik ook. Niet precies wetend wat dat allemaal inhoudt, waar je met bezighoudt. Maar de kerk begon wel meer te trekken. Je gaat dan dus kijken, uiteindelijk tijdens de middelbare schooltijd, naar opleidingen op dat gebied, naar kloostergemeenschappen, naar theologieopleidingen. En ik ben dan via een docent van de middelbare school, ben ik op het seminarium beland en daar voelde ik me thuis. En toen merkte je, dat is jouw weg. En ook tijdens je studie krijg je toch wel, ja, is het echt wel mijn weg? Je krijgt vragen, je twijfelt, heel gezond, zeg je meteen bij. Maar ik merkte, als ik erover dacht om priester te zijn, of ik dacht over getrouwd te zijn, dat ik bij mijn priesterschap veel meer rust had en veel meer me op mijn gemak voelde. En je merkte gewoon, dit is mijn weg. Ja. Dan heb ik me wel altijd eens afgevraagd van, kijk, een priester wordt geroepen, dan is het alsof er iemand van elders zegt, kom naar mij toe. Terwijl als je een normale beroep hebt, dan moet je solliciteren en dan moet iemand anders zeggen, ja, je mag komen. Ja. Waarom kunnen we het eigenlijk niet een gewoon beroep noemen in plaats van een roeping? Heel simpel, als je het beroepsmatig doet, dan doe je het zakelijk veel meer. Als je priester niet bent met je hart, en natuurlijk, ik snap dat bepaalde beroepen je ook met hart moet doen. Maar die weg kun je pas alleen maar volhouden, die weg, als het ook echt je roeping is. Als het jou echt niet alleen maar een keuze van iemand anders is, maar ook je eigen keuze, persoonlijke levenskeuze is. Nou bent u ongeveer bijna 2,5 jaar pastoor hier in IJsden. Ja. U bent net voor de coronapandemie gekomen in IJsden. Wat zijn uw ervaringen tot nu toe in IJsden in die periode? Ja, dat is natuurlijk... ik had gehoopt echt een jaar compleet mee te kunnen maken wat alles leeft. Dan pas kun je ook echt oordelen over een dorp. Het is natuurlijk... wat ik gewoon mis is... ik kom zelf uit een dorp. Ik ben altijd pastoor van dorpen geweest. Ik ben een gemeenschapsman en dat gemeenschapsgebeuren mis je. En dat is iets wat ik gewoon heel erg mis. Daarbij wil ik ook gewoon merken het verschil tussen Noord en hier is. Noorden was het niet lang kletsen, maar doen. Hier is soms net iets te veel kletsen. En kijken naar de verschillen in plaats van denken, jongens, we zijn toch één kerk. We doen het toch samen. Laten we één gemeenschap zijn. En samen krijgen we veel meer klaar. En dat is wat ik toch soms merk. Maar aan de andere kant, je ziet ook gewoon heel veel mooie mensen... heel mooi hoe je mensen kunt en mag begeleiden en dat het doet, eigenlijk gewoon heel leuk, vind ik gewoon heel mooi, het lesgeven, met mensen bezig zijn. Hoor ik u nu zeggen dat eigenlijk het grote verschil tussen Noord en Midden-Limburg en het zuiden is, van daar wordt meer, laat ik zeggen, hier in het zuiden wordt meer gekletst en minder gedaan, en daar wordt meer gedaan en minder gekletst? Nou, laten we zo zeggen, er wordt ook gekletst, maar daar wordt niet zozeer naar de verschillen gekeken, er wordt meer naar hoe kunnen we samen een gemeenschap opbouwen. En dat is iets wat ik natuurlijk zelf ook soms merk hier. En dat heeft natuurlijk IJsden van oudsher altijd wel gehad. Maar ik zou graag willen dat we hier meer samen zouden werken om samen voor die kerk te gaan, samen voor het dorp te gaan, samen voor de gemeenschap te gaan. Niet kijken naar wat ons scheidt, maar juist kijken naar wat ons verbindt. We hebben toch allemaal hetzelfde doel, het beste maken van IJsden. Lukt u dat in die 2,5 jaar om dat te bereiken? Nog niet. Ik kijk heel simpel, ik ben Noord-Limburg, ben ik 20 jaar pastoor geweest. Daar heb ik ook echt wat tijd nodig gehad om mijn eigen te maken, maar ook tijd gehad om mijn visie uit te kunnen dragen en te laten gebeuren. Dat kan niet in 2,5 jaar, stukken wel, maar je moet langzaamaan steeds stapje voor stapje zetten. Je moet ook niet denken van, dat moet morgen klaar. Ziet u wel de vooruitgang komen hier? Jawel. Dus ik zie nu toch ook dus de besturen wat meer gaan samenwerken met elkaar. Je ziet ook in andere zaken, zie je toch ook wat meer
gemeenschapszin gebeuren. Je ziet ook met vieringen dat we af en toe wat wisselen met elkaar. Dat het ook niet zo moeilijk is om een keer naar Mariadorp te gaan of een keer naar Oost-Maarland te gaan. En datzelfde geldt ook voor de progjes van Gronsveld, Rijkeld en Eckelgaarden, waar we dus, ja, als alles goed gaat, per 1 maart in 1 bestuur worden. Ja. Als ik het goed heb, heeft u 7 kerken onder u. Ja. 7 kerken, 1 pastoor en een kapelaan. Ja. En nog een priester in Rusten. Een pastoor in Rusten. Dat is een heel hoop werk. Hoe ziet u nou de toekomst van de parochies voor u? Ja, goed. De pastoor kan niet alles meer doen. Heel simpel, waar je vroeger de pastoor had die alles deed. En dat gevoel hebben mensen soms nog wel eens. Dat ze het idee hebben van de pastoor is alleen maar voor die kerk. Nee, we moeten het samen gaan doen. Dat betekent dat ook heel veel dingen door vrijwilligers, door mensen rondom mij heen moeten gebeuren. En natuurlijk, niet alles kan meer in iedere kerk plaatsvinden. Dat gaat gewoon niet. Er zullen dingen ook soms samen moeten gaan. Maar betekent dat ook iets voor sluiting eventueel van kerken? Nou, wij streven ernaar, dat is ons streven, om voorlopig alle kerken open te houden. Ja. Dat is ons streven. Want dat kost een hele hoop geld. Want als je dat ziet, het zijn toch het onderhoud en het stoken en zo. Ja. En ja, er zijn toch steeds minder mensen die eigenlijk naar de kerk gaan. Ja. Hoe hou je dat in stand? Nee, dat is natuurlijk een hele grote probleem en ook een hele grote vraag. En dat daarvoor is nu ook dat we steeds vragen om mensen, steun onze kerk, ook financieel, maar ook steun ons met vrijwilligerswerk. Kom naar die kerk heen. Die kerk is open. Wees welkom. Je voelt je ook welkom hier. Maar aan de andere kant, als ik een kerk weghaal in een dorp of in een gemeenschap, haal ik een stukje hart weg. En welke dorpkerk ook pak hier, ze zijn allemaal, hebben ze een kernfunctie voor bepaalde mensen. En je wil die mensen ook nabij zijn. En dat is de reden waarom we voorlopig nog naar streven. Om alles open te houden. Of dat over 10 jaar zo is, kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik heb geen glazen bol. Dat was net een vraag van mij. Van hoe ziet u nou de toekomst van de kerk als we over 10 jaar... Maar ik hoop dat we... Kijken. Wat ik hoop is dat we een levende gemeenschap zijn. Een levende kerk zijn. En of we dan nu 1, 2, 3, 4 kerken hebben hier in deze kern, laten we het zo zeggen. Mariadorp, Breus, IJsden en Oost-Maarlandpak. Of we er nog 4 kerken over hebben, weet ik natuurlijk niet. Maar we streven naar. Maar dat hangt dus echt af... Heel simpel, niet van mij. Ik beslis niet of een kerk dicht gaat. Dat beslist de parochie zelf. Mm-hmm. Want als er geen mensen komen, als er geen vrijwilligers zijn, als er geen geld is, ja, dan gaat die vanzelf dicht. Of de gemeente moet andere plannen hebben, dat ze meer dan dicht willen hebben. Maar voorlopig is dat de insteek. En natuurlijk, heel belangrijk blijft dat daar draagkracht is. Dat je het gevoel hebt van jongens, we doen het samen. En dat is wat ik voor mij heel belangrijk is. Kerk is niet de bestoor. Kerk zijn we samen. Komt er een tijd dat we geen pastoor meer hebben? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik kan me voorstellen, en dan ga ik even naar mijn vorige parochies, waar ik dus ook met 7 was. Daar was ik ook een kaplaan erbij. En nu is daar de pastoor alleen over 7 parochies. Ik kan me voorstellen dat ook hier een tijd gaat komen dat we hier met 7 kerken 1 priester hebben. En dat betekent dat niet in iedere parochie, ieder weekend meer een mis zal zijn. Misschien een gebedsdienst, misschien ook dan even niet. En dan denk ik, ja, wat is dat nu een vermoeilijkheid om vanuit, ik noem even, we zitten nu hier in de kerk van Breus, om een keer naar de kerk van IJsden te gaan of naar de kerk van Mariadorp te gaan. Waarom beginnen we dan niet gelijk mee? Want dat zou toch een besparing ook kunnen zijn? We hebben allemaal een auto en we worden overal naartoe gebracht. Ja. Waarom zou dat niet kunnen? Dat is, ik zou het wel willen. Maar er is nog geen draagvlak voor. En daar moeten we nu aan de komende tijd ook aan gaan werken, dat daar draagvlak voor komt. Dat mensen snappen dat we het samen moeten doen, dat je een keer naar een andere kerk moet gaan. En natuurlijk, je zit met een aantal mensen die wat moeilijker ter been zijn, daar moet je oplossingen kijken voor. Dat is ook wel te realiseren. Maar begrijp ik goed dat er dus, ik hoorde u net even zeggen, vanaf 1 maart dan wordt alles bij elkaar gebracht, krijgen we 1 bestuur over alle 7 kerken? Nee, de parochies van Gronsveld, Rijkeld en Eckelgaarden gaan 1 bestuur vormen per 1 maart. En de bedoeling is ook dat de parochies van Breust en IJsden, Oost-Maarland en Mariadorp ook 1 bestuur gaan vormen, die dus bestuurlijk deze zaken op zich gaan nemen. En als je al 1 bestuur hebt, dan is het ook veel makkelijker om dingen samen te gaan doen. Om ook, ja, heel simpel, inkoop goedkoper te krijgen, financieel zaken beter geregeld te krijgen. Ook de juiste mensen te krijgen in besturen die capaciteiten daarvoor hebben. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Is er een toekomst voor digitale messen? Ja en nee. Er is tegenwoordig natuurlijk veel meer digitaal mogelijk. En dat is ook heel goed dat er meer digitale mogelijk is. Heel simpel, ik zie dat de mis op zondagmorgen, die dus de nationale tv uitzendt, wordt heel goed bekeken en wordt heel goed
heeft heel veel draagvlak voor mensen die anders moeilijk ter been zijn naar de kerk te gaan. Maar dan loopt het nog ver weg. Als je dat naar dichtbij kunt halen, naar je eigen pastoor, eigen kaplaan, eigen parochie, heeft dat al een, is dat al een pre. Alleen, het is, blijft statisch. Je, kerk is ook gemeenschap zijn. En ja, je kunt natuurlijk samen via zo'n schermpje eten. Eentje in Amerika, eentje hier en zo. Het is natuurlijk heel gezellig. Ja. Maar het is nog gezellig als het samen aan één tafel zitten. Ja. De en kerk... dat is zeker ook wat ik soms mis in die digitale vieringen. Hoe mooi en hoe goed het ook is. De kerk, ik moet zo zeggen, de wereld die is enorm veranderd in de laatste tijd. In een geweldig hoog tempo. Ja. Is de kerk genoeg meebewogen? Nee, je moet denken, de kerk is natuurlijk een wereldkerk. En de beelden van Nederland is natuurlijk een ander beeld als ik noem maar eventjes in Azië pak. Ze kijken allemaal anders naar de kerk heen. Daarbij is het, wordt ook wel eens gezegd, maar een soort olietanker. Die moet je langzaam koers verleggen. En dat gebeurt heus wel. Je ziet ook onder deze paus zie je echt wel koersverleggingen komen. En dat is denk ik ook heel goed. We moeten ook de taal van deze tijd te verstaan en begrijpen en ook proberen te spreken om te laten zien. Maar dan kan het ook op sommige gebieden een nadeel zijn dat je een wereldkerk bent, omdat je niet voldoende mee kunt bewegen met je eigen gemeenschap. Dus. Dat is natuurlijk soms lastig, dat zal ik niet ontkennen. Aan de andere kant heeft het ook voordelen. Je waait niet met iedere wind mee. Mm-hmm. Dat is gewoon zo en dat is soms een voordeel, soms een nadeel. Maar je moet wel proberen de tijd te verstaan. Je moet proberen te kijken van waar kan ik aansluiten bij de leefwereld van wat mensen nu hebben. Hoe krijgt u de jeugd erbij? Vooral ook aanwezig zijn bij hun activiteiten. Via Facebook, Twitter, Instagram, noem het maar op. Sociale, dat ze je zeet weten. Via het onderwijs probeer je contacten te krijgen. Dan krijg je ook contacten met ouders. Hier is natuurlijk heel makkelijk, een mooie manier. Het is weer de jongheden van met de bronk. Daar krijg je dus ingangen. En ook gewoon te luisteren wat hun in hun wereld leeft. Luisteren naar hun vragen, naar hun zaken. Want ook bij hun zit heel veel vragen, ook rond nu in deze coronatijd. En dan gewoon luisteren. U heeft het toverwoord gebruikt, bronk. Hoe ziet u de bronkprocessie in 2022? Ik hoop het. Ben ik heel eerlijk in, ik hoop het. Ik kan natuurlijk nu niks zeggen. Dat is ook een proces wat we nu moeten gaan kijken. Hoe gaat de ontwikkeling? Dat zullen we ook samen met het processiecomité moeten gaan beoordelen of we door kunnen gaan, ja of nee. Maar ik hoop het. De gemeenschap vraagt erom. Die vraagt erom na 2 jaar weer een processie te kunnen houden. Om weer die gemeenschap te kunnen laten zijn. Om samen op een leuke manier, op een vlotte manier, op een spontane manier laten zien dat we samen kerk en samen dorp en samen gemeenschap zijn. Dus ik hoop het. En ik ben eens benieuwd wat er allemaal leeft. Want ik heb zoveel verhalen gehoord. Je hebt het nog niet meegemaakt. En ik heb het niet meegemaakt. Ja. In de grote vorm dan niet meegemaakt. Ja. Wat wilt u tot slot nog zelf kwijt? Nou, wat ik hoop, en dat is voor mij heel belangrijk, dat is echt wat ik ben pastoor niet buiten de mensen. Ik wil samen met de mensen optrekken. Dus ik wil graag samen ook de parochie opbouwen, samen die kerk zijn. En dat is voor mij zo belangrijk. Dus ik meld je aan om mee te doen. Laten we samen de kerk voor gaan. Ik zag deze dagen ook weer ergens op Facebook van die gezinsmissen vroeger waren. Graag, heel graag. Maar de pastoor kan het niet alleen. We moeten het samen doen. En alleen samen krijgen we corona onder de controle, bedwang, maar samen krijgen dat geldt ook voor de kerk dus. Samen vormen we de kerk, samen vormen we die gemeenschap. En dat is voor mij zo ontzettend belangrijk. Met deze woorden sluiten we af. Dank u wel. Dank u wel voor het gesprek. Goed.